Ja, vrienden, de laatste peilingen gezien. Ja. Hier, nou, laten we gelijk maar met, er zijn er twee, dus hier, laat gelijk maar met de eerste beginnen, hier. Kijk even mee, kijk even goed mee, hier, daar, goed meekijken. Hier, wat zien we daar nou? Daar zien we VVD, zien we staan met 28, ja, bovenaan, maar GroenLinks, kijk, zie je, levensgevaarlijk, met 26. En die andere partijen, BBB en PVV, die zie je gewoon. Ja, die raken achterop een beetje hier met 21 en 19. Dus die zijn dan geen factor in het hele spel. Maar ja, dus wat zien we daar? Twee in de top. Ja, die zijn een beetje weggelopen uit de kopgroep. En die zijn met z'n tweeën vooruit. VVD en die GroenLinks. Dat GroenLinks, vrienden. En die Partij van de Arbeid. Dat hele linkse blok. Dat is gevaarlijker dan jullie denken. Geloof me nou. Ja. Want bij de vorige peilingen hadden ze 25. Ja, en nou. Ja. Ja. We hebben één zetels erbij. En die klimmen maar op. En die VVD, nou ja, daar begrijp ik helemaal niks van. Want die stonden eerst op 20. En nu zijn ze op 28. Dus mensen hebben gewoon heel veel last van lichte dementie en van hun geheugen. En die weten niet meer wat de VVD de afgelopen jaren heeft gedaan. En ja, de 8 zetels erbij. Ja, dat schiet mij maar lek. Ja, maar ja, betekent wel, zij zijn met z'n tweeën voorop. Ja, en stel je nou voor dat die GroenLinks en die dingen, ze gaan er vandoor. En die winnen gewoon. Ja, en dan, vrienden, dan krijg je dus die nachtmerrie. Dan is die nachtmerrie daar. Dan is de groengoeroe, is de premier. En dan heb je ineens ministers met knulletje klaver en Adje dubbel T. Vrienden, en wij, jullie en ik, dat willen we toch ten alle tijde voorkomen. Ja, kijken we even snel nog naar de tweede peiling, hier. En die gaat als volgt. Dat is dan als Omzicht meedoet. Hier, kijk. Zie je het staan? Rechts moet je kijken. Helemaal rechts. 27 voor Omzicht. Ja. 1. Die staat dus ver bovenaan. En dan komt VVD en GroenLinks met 25 en 24. Dus dat zit allemaal heel dicht bij elkaar. Dat is allemaal heel nipt. En die anderen doen niet meer mee. Want BBB, die raakt gewoon 9 zetels kwijt. Die zakt naar 12 en 15 voor PVV. En dat is de wedstrijd. Ja, dus het is al. Oh, en daarom. Ik kan niet genoeg benadrukken. Als dit straks zo eruit ziet. Met de Omzicht. En die VVD en dat GroenLinks. Dat zit zo bovenop elkaar. Dan moeten we strategisch stemmen, vrienden. Ja. Dan moeten we gewoon. In dat geval is het alle ballen op Omzicht en verder helemaal niks. Want anders, er gebeuren er, vrienden, ja, echt waar hoor, de allergrootste ongelukken.